En in het 's Lands Hospitaal is op dinsdag 19 december een drieling geboren. De trotse ouders zijn de 32-jarige Isabel Majoko en de 34-jarige Kenneth Ajaiso. Het gaat om twee meisjes en één jongen. Moana zag als eerste het levenslicht. Het betrof een spontane bevalling, geleid door de verloskundige gezusters Bel en Boorbel. De twee andere baby's, Morano en Johanna, kwamen via een keizersnee uitgevoerd door gynaecoloog Olivier Ramkelawen ter wereld. Opmerkelijk is dat het om de tweede meerling van dit gezin gaat. 6 jaar geleden beviel mama Isabel reeds van een tweeling, een jongen en een meisje. Daarvoor had het gezin al 2 kinderen, waardoor er nu in totaal 7 kinderen zijn. Eerder deze week schonk Consuela Afuma het leven aan een tweeling. Moeder en kinderen verkeren in goede gezondheid. Het 's Lands Hospitaal vraagt de gemeenschap om gezinnen van meerlingen en in het bijzonder dit nieuwe trio te ondersteunen. In totaal zijn er voor dit jaar tot nog toe 22 tweelingen en 1 drieling in het 's Lands Hospitaal geboren. Voor wat de kerstdagen betreft noteerde de verloskamer 4 kinderen op de eerste kerstdag en 3 op de tweede kerstdag.